In een periode als deze zijn we begonnen met uh, te kijken van welke maatregelen klanten het meest en het snelst helpt om wat meer financiële ruimte te creëren. Uh, en bij particuliere klanten in Nederland is dat de hypotheek, dus de lasten voor de hypotheek, of voor een lening, een constructieve krediet of een persoonlijke lening. En dat hebben we dus als eerste willen regelen. Nou, inmiddels hebben zich bij ons 3500 klanten gemeld. En gemiddeld hebben die mensen lasten per maand voor de hypotheek van 1200 euro. Nou, een andere knop waar we natuurlijk aan kunnen draaien is om mensen te helpen als ze rood komen te staan. Nou, we hebben dat percentage naar 9,9% teruggebracht. Dus wat je moet betalen als je rood staat. Gemiddeld staan de klanten bij de Rabobank voor 70 euro rood. Nou, als dat zo is dan betalen ze per maand 58 euro cent aan rente op rood staan. Mocht een klant bijvoorbeeld in deze fase meer rood komen te staan, laten we zeggen 1000 euro... dan betaalt hij 8,25 euro per maand. Waarmee ik toch maar wil aangeven dat uh, de, het rentetarief op rood staan. eigenlijk maar een heel klein effect heeft op het creëren van echt financiële ruimte. De rood staan, kort rood staan, zo heet het product letterlijk. is ervoor bedoeld dat als je een keer niet uitkomt in de maand. Uh, dat je toch uh, je boodschappen in de supermarkt kunt blijven betalen. Uh, dus het is er niet voor bedoeld om grote uitgaven te doen op krediet. en die dan in termijnen terugbetalen. Daar zijn andere producten dan echt weer geschikt voor. Dus daar gaan we dan heel graag over met, uh, met klanten in gesprek. Kijk, als je eh, tijdelijk eh, wat financiële armslag nodig hebt, dan zou ons eerste advies ook zijn om te kijken of je in aanmerking komt voor een van die overheidsmaatregelen. Eh, als je wat lange financiële ruimte nodig hebt, dan kunnen we natuurlijk samen kijken naar de vorm van een krediet, bijvoorbeeld een consumptief krediet. Dat product is goedkoper dan roodstaan. Kortom, we willen eigenlijk iedereen oproepen die zich zorgen maakt of die in de financiële problemen komt of dat nu al ervaart, om echt contact met ons op te nemen. Want dan kijken we gewoon wat de beste oplossing is. En dan hoef je misschien ook niet rood te gaan staan. Ook de overheid is, uh, is ongelooflijk bezig om samen met partijen zoals de banken te kijken naar hoe we gezamenlijk de beste oplossingen kunnen bieden. Dus uh, ja, daar zijn we met z'n allen op gericht. Dat is belangrijk. Ja, samen de schouders te ronden. Dat vind ik ook wel het hele mooie van deze fase, zou je kunnen zeggen. Uh, dat iedereen ongelooflijk oplossingsgericht is en bereid is om te kijken wat nodig is. Uh, zeker ook de banken.